Wat doe dat kan nog veel harder. Heb je er een beetje zin in? Ja! Alle mannen, heb je er een beetje zin in? Ja! Alle vrouwen, heb je er een beetje zin in? Ja! Allemaal, heb je er een beetje zin in? Ja! Nou, ik niet. Nee, nee. Ken je dat gevoel dat het is alsof iedereen vrij is en dat jij nog de enige bent die moet werken? Dat is killing, toch? Dat is killing. Voor een Indo. Niet, ah. Wat ik bedoel te zeggen, ik vind spannend. Spannend, want ik zie allemaal vrolijke en blije gezichten. En ik weet, dit kan aan het einde van mijn show zomaar anders zijn. Want ik ga een aantal dingen roepen over Indo's waarvan u misschien wel niet denkt, dat is helemaal niet waar. Nou, dat klopt helemaal niet, Rick. Dan moet je niet overdrijven. Pas erop, Rick. Als je zo doorgaat, dan buk ik je dadelijk. Dan lel ik je dadelijk zo hard, joh. Kinderen, jouw blauwe plek. Loop ik naar buiten naar je auto en tjaaat er langs. Oh, wat verkeerde auto? Geeft niks. Ik ga door naar de volgende. Tjaaat. Ik ga net zo lang door totdat ik aankom bij je Opel Kadett. Of jouw Fortunus, weet ik veel wat jij rijdt. Dus ja, dat vind ik allemaal wel een beetje spannend, ja. Ik ga bijvoorbeeld dingen roepen als... Indo's komen altijd te laat. Nou, dan hoor ik u al denken, dat is niet waar. Dat is niet waar, want ik ken een zat Indo's die gewoon helemaal niet opkomen dagen. Zoals mijn band, die er had moeten zijn, maar ze zijn wat verlaat. Jam karetos, zoals wij Indo's dat noemen, rubberen tijd. Maak u zich geen zorgen, dit is wat ze in de showbiz noemen vol lullen. Hoef u niks extra's voor te betalen. Ik zie wat blanda's angstig grijpen naar hun portemonnee. Ik hoef er niet extra te betalen, hè, meis. Plan Napoleon, kan gewoon ontspannen die haan. Maar ik weet zelf hoe het werkt. Ik ben zelf ook Indisch. En ik kom zelf zo erg te laat dat sommige grappen van mij morgen pas aankomen. Ja, staat u onder de douche, denk u aan vandaag, schiet u in de lach. Gouden regen, ik begrijp nou pas, lo. Zo leuk. Of als ik zeg, Indo's gebruiken hun koelkast als tijdmachine. Maakt niet uit wat de houdbaarheidsdatum is op het product. Zodra je het zet in de koelkast, het kan nog jaren mee. Voor je het weet steek je een reder uit 1984 in je mollen. Denk je bij jezelf, hey, die ding heet een Dot Twix. Ah, is in de koelkast geweest, kan wel eens in de koelkast geweest. Bij mijn moeder, als de koelkastdeur opentrekt, zie ik altijd van die Chinese bakjes. Ken u die Chinese witte bakjes? Ja toch? Wij Indo's zijn groot fan van die Chinese witte bakjes. Ik weet zeker, als ik bij elk van jullie Indo's nu mee naar huis zou gaan, ik zou een willekeurige keukenkast door opentrekken. God, die Chinese bakken vliegen mij om de oren. Samen met die kromgetrokken grijze deksels die nooit passen, weet je wel. Waarom? Omdat we te lui zijn om met de hand af te wassen, dus ze knallen maar in de vaatwasser. Waar het niet voor bestemd is, hoor. Waardoor die helemaal kriepet, Jan Graaf het kromgetrokken weer uit de vaatwasser kom. Heb je eindelijk een keer een bakje nodig met deksel? Mosso, die deksel, hij past niet. Deze, hij past niet, meisje. Moet je even andere pakken. Deze is te klein, hij past niet. Deze is te groot, hij past niet. Ik moet draaien. Mosso, ik draai, meisje, hij past niet. Je moet draaien en drukken. Mosso, ik draai en druk, hij past niet met je gewicht. Mosso, ik doe met mijn gewicht, hij past niet. Doe met elastiek. Elastiek eromheen, foliepapier, weer elastiek eromheen, plastic zak eromheen, weer elastiek eromheen en rechthouden. Rechthouden. Zit zo toe in. Oh. Dadelijk in de auto, je maakt bocht, Jan, scheef, kol, flakler. En niemand weet altijd wat in die Chinese bakjes zit, hoor. Ga ik mijn moeder vragen. Mam, wat zit in die Chinese bakje? En dan gaat ze roepen. Fuyonghai. Nou, mam, ziet er eerder uit als chap chai. Moest ze maar dan leven geworden. Oh, dan is niet meer goed. Gooi dan maar weg. Maar niet het bakje, hè. Doe je maar in een vaatwasser. Hadoe. Ik zal u eerlijk zeggen. Ik wilde eigenlijk al jaren geleden een theatershow doen. Maar ik had altijd de angst om het te doen. Want Indisch publiek is spannend. Is erg spannend om voor op te treden. Want Indo's durven in gezelschap nooit echt uitbundig keihard lachen. En dat is echt shit als je een comedy show draait. Maar aan het einde van de show komen ze wel. Dan zeggen ze, Rick Jam, Paul Mosso, je was echt geweldig. Ik heb zo gelachen in mijzelf. Ja. Ik denk, ja, in jouzelf, Mosso, tegen de show, je was stil. Ja, Rick, en toen niet uitbundig keihard lachen, ik op Malu toch, ben met mijn vriendinnen verlegen. En sommige grappen van jou, Rick, zijn echt op het randje, loh. Maar je was wel goed, hoor, steengoed. Hier, kijk maar, hier is mijn BH. Ik denk, ja, nu pas. Ik wil tot die BH tijdens de show op het podium, ze partie Rolling Stones. BH, slipje, Tena Lady.
Ik weet niet waarom ik naar u kijk voor Tena Lady hoor, maar... Ze kijkt me aan, ze kan wel zo zijn, maar je hoeft niet zo te wijzen in een volle zaal hoor. Het leuke is dan, er zitten ook heel veel oudjes achterin. Dus als die gaan gooien met hun Tena Lady, succes op de eerste drie rijen, lucht. Ricky Rizzol is niet alleen gouden schoenen, maar ook gouden regen. Kijk, ik vergelijk het Indisch optreden voor Indo's is net zo spannend als Indisch koken voor Indo's. Indisch koken voor Blanda's is makkelijk. Ze eten wel, ze nemen wel een tweede bord. Oh, zit er rij om mee naar huis te nemen? Beter dan bij hem de hoek. Ja, maar bij hem de hoek is een Chinees. Ja, maar ze hebben ook nasi goreng. Met tempai. Ja. Maar Indisch koken voor Indo's is altijd spannend, altijd gedonder. Je hoeft nog niet eens zelf gekookt te hebben. Je hoeft alleen maar te vragen. En hoe was het? Zeggen ze allemaal. Lekker. Lekker. Maar! En dan komt altijd die vervelende maar. Maar wat? Maar haar ikan santen, mosso ze gebruikt te veel santen, weet je. Ja. En haar gado-gado, ik heb geproefd. Mosso ze gebruikt avocado, kok zo gek. Vraag aan haar lo, hoezo? Ze zegt, ja, is gezonder. Ik denk, die lekker, dan kan gezonder. Ja toch, het heet toch niet avocado-gado, of wel? En haar cendel, ik heb geproefd. Zoet, erg zoet. Maar even tussen jou en mij, haar gezicht jang zuur. En soms eten het bord, rijst het aan de laatste korrel leeg. Je kan gewoon precies schoon terugleggen, het bord weer in de kas. En dan vraag je, en hoe was het? Zeggen ze, ja, niet lekker. Maar weet u, ondanks de spanningen en angsten bleven de stemmen in mijn hoofd zeggen, Rick, doe dit nou gewoon. Je wil dit al zo lang. Laat je niet uit het veld slaan. Je bent niet Windows, maar Indo's Media Player. En het ergste wat kan gebeuren, is dat je crash en burn on the stage. En dat je voor de rest van je leven met de nek aankijken. Ik denk, nou ja, dat alles is, ken wel. Ken wel. Dus ik ben aap en trots dat ik hier voor jullie mag staan met mijn allereerste landelijke theatertour. Daar! En de man die hier grotendeels voor verantwoordelijk is geweest, is niemand minder dan Martijn Los. Hij is de Walikota van de Poorterij in Zaltbommel Theater, waar we deze show hebben gebouwd. En Martijn Los, echt een geweldige kerel, mag gezegd worden. Hij heeft echt zijn lumper voor ons in het vuur gestoken. Dankzij hem sta ik hier, letterlijk, want hij reed. Iemand moet die bedjak trappen, toch? Zo kuit een Jan geweldig. En hij is ook vader geworden voor de tweede maal tijdens het maken van deze show. Dus daardoor is hij wel wat kilootjes aangekomen tijdens deze show. Dus hij zei tegen mij, Rick, ik wil wel komen, dan wil je niet naar mij wijzen, een beetje verlegen toch? Ik zeg, kom gewoon langs, maak je geen zorgen, kom helemaal goed. Dus als u wil weten waar hij is daar in de hoek! Ja, geef hem een dik applaus. Zoals u ziet, hij moet staan, want hij past niet in de stoel. Dat is babyface en babyvet, zoals we dat noemen, toch? Bij Indo's. Nee hoor, ik maak een grap. Maak een grap, jij Martijn, want jij en ik, we hebben veel meegemaakt sinds het maken van deze show, toch? En we zijn ook heel close geworden. Wat zeg ik altijd? Ik zeg altijd, jij en ik, wij zijn zo close als twee vuisten in één... Pantat. Pantat. Voor de Blanda's, pantat betekent kont. Ik zie wat Blanda's kijken op hun woordenlijst. Pantat, wat betekent dat? Even kijken. P. Oh ja, serieus. Pantat, serieus, Rick? Twee vuisten erin, wat bedoel je daarmee? Daarmee bedoel ik, er zit nog rek in. Er zit nog rek in de relatie, dat is wat ik bedoel. Maar geweldige kerel die Martijn Los, maar streng. Streng, ja. Hij zei tegen mij, Rick, een aantal grappen die je hiervoor hebt gemaakt, je kan hier niet maken, lo. Televisie optreden, we zitten bij Impact Impresaria tegenwoordig, Jan Keurmerk. Je moet het clean houden en netjes. Want hiervoor had ik een andere gitarist, ook een Indo. Maar hij had erg last van eczeem in zijn gezicht, of hoe zeg je, uitslag. Dus altijd als ik ging aankondigen, zei ik, hier is de gordelroos van Smaragd. Nog grappig toch? Nou, Martijn vond van niet. En bleek ook, die gitarist, hij valt op mannen. Nou, helemaal geweldig. Dus ik gaf hem de bijnaam, de homo van de bromo. Nog grappig toch? Nou, Martijn vond van niet. En er was ook een meid in het publiek en ik vroeg aan haar, ben je Indisch? Zij zegt, nee, maar mijn vriend wel. Waarop ik zei, oh, dus je wil af en toe wat Indisch in jou. Nou, grappig toch? Ja. Nou, Martijn vond van niet. Dus ik wil zijn vertrouwen natuurlijk niet beschamen. Sterker nog, ik wil het graag terugbetalen.
Niet zozeer met geld, niet zo gek, ach Martijn. Maar natuurlijk wel met een mooie show. En daarom wil ik ook graag mijn sponsoren bedanken. Waaronder Nivea Blauwe Blik. Kennen we allemaal toch, Nivea Blauwe Blik? Dankzij hen mogen we nog steeds onze legitimatie laten zien bij de Gal en Gal, toch? Ik durf misschien wel te stellen, er is geen Indo op aarde die nog nooit jonger is ingeschat. En het is ook lastig om de leeftijd van een Indo in te schatten. Maar voordeel is, Indo's gaan vaak met een blanda. Dus als je wil weten wat de echte leeftijd is van de Indo... kijk naar de blanda, dan zie je direct hoor. Zie je direct. Jullie stel, blanda Indo samen? Nee, kijk, nee, echt niet. Nee, ik ben gewoon keihard Indo. Die ga je niet meer meepakken. Nee, maar wij Indo's kennen dat toch? Dan staan we ons klaar te maken voor de big party, weet je wel. Voor de spiegel, brilcreme in de haren, kraagjong omhoog, helemaal glad geschoren, weet je wel. En dan niet in het gezicht, want we hebben niet echt baardgroei, maar de ankloem. De ankloem wordt geschoren. Ras, geen maar geluid. En ik kijk in de spiegel en denk, waar doe ganten die vent? 20, 25 jaar eraf, zeker! En op dat moment kom je Hollandse partner de badkamer binnenlopen. Is confronterend hoor, is confronterend. Ga je kijken en denk je, god, kalering, ik ben echt oud geworden man, moet je kijken. Kees draaien, paaien, hangt bijna op de groene. Loopt de badkamer uit, zijn petit slakken, spoor over de vloer. En natuurlijk Stichting Armteren Tokken, doen goed werk. En mijn nieuwe Indische kookboek, Hoe kom ik aan in 12 dagen? In samenwerking met Danny Jansen, ken u wel, Danny Jansen van 24 Kitchen, topchef, geweldige Indo-chef, leuke kerel ook, goede vriend van mij. Ik ga geen grappen maken over Danny Jansen, want ik wil van de week nog sotto ayam bij hem eten. En voor je niet weet gaat hij denken, toe maar ik ga jij maar grappen maken over mij als ik er niet ben. Hè? Sotto ayam wilde je toch? Ik maak extra koening voor jou. En alleen vandaag, we doen fusion, paar bazo-ballen erbij, zo. En alleen vandaag vers gedraaide frikandel jagung. Daar gaan we. Niet ah. En last but not least wil ik bedanken jullie allemaal. Mijn team Ricky Rizzolas, publiek. Yeah. En in speciaal wil ik bedanken de 6 betalende gasten. Jazeker, jullie weten allemaal wel jullie zijn, hè? Als aankom op makken makken zijn we allemaal Indo. Als aankom op betalen, worden we allemaal weer blanda. Zo is ook wel weer. Nee, ik maak een grap. Want ik weet dat iedereen die hier zit, heeft zijn of haar ticket zelf gekocht. En dat kon ook niet anders, want wij van Team Ricky Rizzolas hebben besloten, we geven geen vrijkaarten weg. Ik zei, loop, hoezo dan niet? En toen zei ze, Rick, als we dat doen, dan komt de helft te laat. En de andere helft komt niet opdagen. Zoals mijn band, die er nog steeds niet is. Ik zal toch maar even kijken waar ze blijven, want ik zal eens even kijken. Zijn jullie al... Oh, jullie zijn er al. Oh, we kunnen starten. Wat zei je? Jullie zijn een grapje aan het maken. Een grapje aan het verzinnen. Maar wij zijn al begonnen, bloed. Oh, dat kan je niks schelen. Dat is ook een antwoord. Nou ja, goed. Dan zien we jullie zo wel verschijnen dan, ja? Goed, oké. Okay. Nou, ze zullen zo wel komen, lui. Indo's moet je niet pushen, hè. Dat werkt niet. Of eigenlijk moet ik zo zeggen, als je Indo's pusht, dan werken zij niet. Dat is misschien beter. Waar was ik gebleven? Oh ja, dus als het aan mij lag, lui, was dit gewoon een gratis show. Ik ben sowieso slecht met geld. Mensen die mij kennen, die weten dit. Geld bij mij is net als de rendang van Tante Deetje. Het komt binnen, het gaat er direct weer uit. Ik ben altijd degene die zo staat op feestjes, weet je wel, met andermans geld. Ik zeg altijd, ik heb geen gat in mijn hand, maar een hand in mijn... Nou ja, goed, je begrijpt de rekking of de strekking, zo je wil. Dus als het mij lag was het gewoon een gratis show. Maar mijn producer, Laurens van Wessel, hij stak er wel een stokje voor. Hij zei, nee, ze moeten gewoon gaan betalen. En hij was niet alleen hoor, hij werd daarin gesteund door BKR toetsing en registratie. En schuldsanering. En met z'n drie hadden ze gezegd, nee Rick, ze moeten gewoon gaan betalen. Ik zeg, maar luister, geld is toch niet alles? Geld bepaalt niet hoe Indisch je bent. En geld maakt al helemaal niet gelukkig. En toen zei Laurens, nee, daar heb je wel een punt, maar ik huil liever op Bali dan op Texel. Ik zei, daar heb jij dan wel weer een punt. Dus ik moest jullie allemaal geld gaan vragen en ik vond dat spannend. Want ook mijn familie, die ook naar de show is geweest, moesten allemaal betalen voor die ticket. En die kunnen wel eens fel reageren. Die kunnen zeggen, waarom moeten we betalen voor die onzin? Maar zo, de helft van je grappen hebben we gehoord tijdens familiefeestjes, terwijl wij niet eens willen horen. En de andere helft van je grappen komen van ons. Moesten we betalen voor onze eigen grappen, die is besodemieterd. Ik zal een voorbeeld geven van mijn oom Erik. Mijn oom Erik op een familiefeest, hij gaat mij roepen. Rek! Rek! Dat is niet Ricky of Rick, maar is Rek met een streepje naar de verkeerde kant. Rek!
ik heb begrepen. Je gaat de landelijke theatertour doen. Kom, geweldig. We zijn trots op jou. We komen langs, hoor. Met Nel en de kinderen, met z'n vieren. Zet maar op de gastenlijst. Ja, even over die gastenlijst. Die is er niet. Niet? Kijk, hoe dan? Ook als ze gokken, kijk, loterij. Oh, dat vinden ze geweldig, Rick. Nee. Je moet gewoon een kaartje kopen. Kopen? Kijk, Orankaya businessman. Geef niks, Rick. Hargen japra per ticket. We moeten betalen voor een kaartje. Wat, 5, 6 euro per ticket? De 24,50. 24,50? Gietel of 24,50? Wie denk je wel niet dat je bent? Allochtone Hermansje. Joep van de Hek. Het is Joep van het Hek. Alles ziet je van de kret. Tek, ik moest zo 24,50. Ik heb 3 keer spelen in een casino. Nou, dan kom ik wel in mijn Nel. Want die kinderen vinden jou toch niet leuk. Maar goed, Rick, dan bel ik even met Nel. Want zeg het over het geld, ja? Even. Hé, meis. Ja, met mij. Ja. Ik ben ook bij hem. Ja, je wil geloven of niet? Je moet betalen, lo! Ja, weet ik veel. Hij wil big spender zijn in Jogja, ik denk. Oh ja, even, ik kan even vragen. Rick, ja, ze vragen is met reiskostenvergoeding. Reiskostenvergoeding? Nee, ze moet gewoon zelf betalen. Misschien kan ze meerijden met tante Leentje, die komt ook. Nee, ze bedoelen een bordje rijst, nasi puti. Niet reiskostenvergoeding, maar reiskostenvergoeding. Maar goed, u vraagt zich natuurlijk af. Ja, maar waar even, Rick? Wat is er met mijn 24,50 gebeurd? Nou, wij van Team Ricky Risolles zijn heel trots om te mogen melden dat in samenwerking met het theater we hebben besloten dat van elke euro die we hebben verdiend met de verkoop van onze kaarten gaat maar liefst 80 cent naar Stichting Holland Casino. En op die manier proberen we onze doelgroep maatschappelijk te ondersteunen. Leus jullie allemaal hier. En van de rest hebben wij de band betaald. En zoals je ziet, geen cent te veel. Ik ga toch maar eens even kijken waar ze blijven. Oh, jullie zijn er al klaar voor? Jullie zijn er klaar voor? Ja? Oké, goed. Nou, dan gaan we starten. Goed, nou, we kennen eindelijk van startlui. Het was namelijk nog een hele gebeuren om de juiste band te regelen. Want ik wilde eigenlijk de Saté Babi Boys van de Late Lean Show. Ken u nog? Ja, toch? Maar helaas, om Harry Bannink is al overleden, dus dat kon niet meer. Maar ik dacht misschien nog wel leuk om postuum een applaus te geven voor de Saté Babi Boys, toch? En zo kwam ik van de Saté Babi Boys terecht bij de Mora Kip Saté Kerels. En dat was geen succes, kan ik u vertellen. Sterker nog, onze eerste show werd 1 grote matpartij. Was heel heftig. Ik moest nog naar het ziekenhuis met een gecompliceerde breuk aan mijn enkel. Hebben ze nog een saté-scan van gemaakt. Was heel heftig. En ook de hele show viel in de sotto. Ze vonden niks leuk van wat ik zei. Nou, dat is niet helemaal waar. Er was 1 grap, die vonden ze geweldig. Dat was toen ik zei, denk eraan lui. De enige goede jap is ketchup. Ja. Vanaf dat moment iedereen riep, wie van smoor, wie van smoor, wie van smoor. Ja, dat was wel grappig, ja. En zo kwam ik van de Mora Kipsaté Kerels terecht bij de Gado Gado Guys. Nou, ik ben heel blij dat ik ze 1 voor 1 aan u mag voorstellen. Want ons eerste bandelid, toen ik hem vroeg, wilt u meedoen met mijn theatershow? Zei hij direct ja, maar wel met een kleine slag om de arm. Ik zei, nou ja, bij ons Indo's is alles klein. Zijn klanken zijn nog regelmatig te horen in Mens Only Sona, de gespierde Javaan. Mag ik u vragen voor een daverend applaus voor oom Pim Fuchs? Ons volgende bandelid werkt heel veel samen met Ernst Jans. Ik zei, nou en? Ja, kan me niet schelen. Vind jij hem zo geweldig? Ga je toch bij hem spelen? Nee. Laat alles de boel. Pak je spullen. Ga bij hem spelen. Wil je bij hem slapen? Mag. Wil je bij hem wonen? Mag. Oh, kan me niks schelen. Of, als je wil, kan ik ook een plek op mijn podium voor je vrijmaken. Zeg maar wat je wil. Hij zei, nou ja, doe maar. Het is de man van weinig woorden en weinig verkeersregels. Mag ik u vragen voor een daverend applaus voor oom Guus Paar? En ons laatste bandelid, tevens orkestleier van het stijl. Kent u allemaal van The Voice? Ja, dat is ook niet meer iets om stoer over te praten, hè, tegenwoordig. Vroeger, je kon nog zeggen, waar werkt die The Voice? Oh, Pinter Scali, geweldig die fan. Tegenwoordig The Voice, wat voor instrument bespeelt hij dan precies?
Nou ja, hij was vrij vandaag, dus hij kon. Dat scheelt. Maar misschien kent u hem van Frans Bauer, van wie hij de vaste producer is. En met wie hij pas zijn 4e gouden plaat heeft gewonnen. Ik zei altijd 3e gouden plaat. Hij zei, Rick, inmiddels is 4e gouden plaat. Ik zei, oeh, je bent niet alleen heel succesvol, maar blijkbaar ook heel bescheiden dat ik het even moet aanpassen. In ieder geval, misschien kent u hem van The Masked Singer. Misschien kent u hem van Omroep Max. Of misschien kent u hem omdat u nog alimentatie van hem krijgt. Ik ben blij dat hij hier is. Mag ik u vragen voor een daadapplaus voor Laurens van Wessel? Nou, we kennen het begin. Wanneer ik in Indonesië ben... Oh, Rick. Oom Pim heeft nog een leuk grapje bedacht. Oh ja, natuurlijk. Oom Pim. Ja, vertel. Nou, Rick, weet je... We zijn eigenlijk niet zo senang met de naam de Gado Gado Guys. Jullie zijn niet zo senang met die naam de Gado Gado Guys? Nee. Hoe willen jullie heten dan? Nou, wij dachten meer aan de Simpans. De Simpans? Ja, want dan heb je Simpan A, Simpan B en Simpan C. Nou, dit is het niveau, leuk. Hou je vast, dit gaan we nog een paar keer aantikken vandaag nog. Terima kasih, Oom Pim. Wanneer ik in Indonesië ben, weten mensen vaak niet wat ik ben. Ik leg ze uit over het verleden, Nederlands-Indië en de mix. Want ze zien aan mij Europees, maar ook Aziatisch. Maar als ik ze uitleg over het verleden, dan begrijpen ze het niet. Wanneer ik zeg, ik ben Gado Gado, dan begrijpen ze direct. En u kent natuurlijk allemaal, hè? Gado Gado, dat is het groentegerecht met de pindasaus. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is, als ik zeg, ik ben Gado Gado, daarmee bedoel ik ben gemengd bloedig. Ik ben gemixt. Dus in Indonesië zeg je, ik ben Gado Gado. In het Surinaam zeg je, ik ben Moximiti. En in het Holland zeg je, ik ben de McFlurry. Tenzij ze lesbisch is, dan noem je haar een stampot. En dan niet andijvie, maar manwijvie. Dat is wat anders. Ja, als simpansee mag, mag deze ook lang. Dat deed ik wel. En het leuke is dan, dan zeg ik altijd, ik ben Gado Gado. En daarmee bedoel ik ben dan de groenten en mijn vriendin is dan de pindasaus. En daarmee bedoel ik, zij is... Bruin en dik? Nee, niet bruin en dik. Nee, daarmee bedoel ik, zij is... Smakeloos? Nee, ook niet smakeloos. Daarmee bedoel ik, zij is... Oh, geschift. Nee, ook niet geschift. Daarmee bedoel ik, gossong. Lekker. Gossong. Lekker. Gossong. Nee, ook niet gossong. Nee, ik zie ook niet... Niet gossong. Niet aangebrand. Lekker. Samen zijn wij lekker. Maar Rick, ja. Die meid van jou, ze is aangekomen, toch? Die meid van mij is aangekomen? Ja, zeg maar, Pim. Dat is toch niet een vraag die je kan stellen? Maar zo, misschien zit ze wel in het publiek, Cassian, toch? Komen mensen naar haar toe, gaan ze vragen aan haar... Goh, ik heb gehoord op het podium, je bent aangekomen. Wat is dat toch? Dat zijn geen vragen die je stelt aan een dame. Maar klopt? Ja, het klopt wel. Ja, nee... Nee, dat moet ik even uitleggen, hè. Want toen ik besloot om het podium op te gaan en het theater in te gaan... Toen zeiden ze tegen mij, Rick, alles leuk en aardig, maar één tip, wees altijd eerlijk. Dus, klopt, ze is weer aangekomen, mijn vriendin, maar in haar verdediging, dat komt, ze is weer aan de pil. Dus. Rick, ja. Hoe zwaar is die pil dan? Niet zo leuk. Daar gaan we, leuk! Ze kijkt naar mij en ze komt dichtbij. Raak me aan, vraag me wat ben jij? Ik kijk haar aan, palan palan. Ik ben geboren in Nederland, maar je ziet het goed, mijn gemixte bloed. Half perdis en half mieren zoet, dus bedenk al goed wat jij nu doet. Want voor je weet, in je ondergoed, ze schiet in de lach. Wat had jij gedacht, dat ik zomaar met jou de nacht doorbracht? Ik zei lieve Margriet, ah je weet nog niet, maar elke mix is een stoute deugd niet. Ja, ik herken en ik erken dat ik de beste ben van twee werelden. Dus luister maar naar mijn repertoire, want deze mix is onverzadigbaar. Ik schreeuw het uit met mijn jonge huid. Ik ben Gado Gado. Ik ben petist door geschiedenis. Ik ben Gado Gado. Altijd applaus voor mijn pindasaus. Ik ben Gado Gado. En zing ik trots, sterk als een rots. Ik ben Gado Gado. Mijn verhaal is geen roman, maar als jij wil ben ik jouw champuran. Jouw Indoman, die alles kan. Hij leilt jouw paard, dat is een gamelan. Ze zegt, hey Mac, doe niet zo gek. Kom zo je lek met je grote mond. Ben wel blond, maar ongegrond. Jij dacht,
dat ik jou niet verstond. Dus hou maar op met je foute tricks, want deze meid is ook een mix. Bekend met sambal, ik eet Hashem. Bekend met nakkal en Nivea crème. Van buiten zacht, maar van binnen sterk. Maar langzaam, zoals gin tonic werkt. Dus pas maar op waar jij aan klopt, want deze mix is een gila non-stop. Ik schreeuw het uit met mijn jonge huid. Ik ben perk is door geschiedenis. Altijd applaus voor mijn pindasaus. En zing ik trots sterk als een rots. Deze mengeling is echt een lekker ding. Deze mengeling is echt een lekker ding. Elke mengeling moet in bikini string. Nee, nee, wacht even. Deze mengeling is echt een lekker ding. Mijn oma zegt, ach hou je klep. Het geeft toch niks hoeveel je waarvan hebt. Puur natuur of een mengelmoes. Zolang maar strak in een batikbloes. Dus weet alleen dat het iedereen de gado-gado is van een 1 plus 1. Dus mijn tofant, ook jij een blend. Ken bewust of ken accident. Ik schreeuw het uit met mijn jonge huid. Ik ben gado-gado. Ik ben pedis door geschiedenis. Ik ben gado-gado. Altijd applaus voor mijn pindasaus. Ik ben gado-gado. En zing ik trots sterk als een rots. De Garo Garo Guy! Het is geen botteltjeb ook voor de lui die zitten te kijken. Lijkt wel een soort campingvarianten van wel, hè? Rem hang in. Mijn moeder heeft ons thuis echt een Indische opvoeding gegeven. En ik merkte het verschil al als Annaketjeel, als klein kind, tijdens kinderfeestjes. Want de blanda kindjes speelden dezelfde spelletjes, maar net iets anders. Zo hadden zij koekappen met ontbijtkoek. En hadden wij koekappen met? Spekkoek. Speelden zij Annemarie Koekoek? Speelden wij Annemarie Kroepoek? Deden zij aan beschuitfluiten, ken u wel? Wij deden aan Kweeman koksokking. En ik vond het ook gewoon leuk om te doen. Eigenlijk overal waar een kok in gaat, ik vind het leuk om te doen. Bangkok, chefkok, kweemangkok, jongkok. Kennen we allemaal toch? Jongkok, niet te verwarren met het Surinaamse woord jonko. Dat is weer wat anders. Dat is wat je in je sigaret stopt als je haai wil worden. Of in je pantat als je door de douane heen moet zorgen. Als je dan een kentoet later ook meteen naar de koffieshop loopt. Maar jongkok, dat is dat Aziatische hurken. Ken je vast wel een keer gezien toch zo? En wij zaten vroeger met de neven zo in een cirkel. En dan noemden wij dan de jongkokring. Dat was wel leuk, ja. Maar weet je, als je ouder wordt, dan blijven die verschillen nog steeds. En dat is oké, dat is oké. Ik bedoel, blanda zitten vaak op een fiets met versnelling. Indo's zitten vaak op een fiets met vertraging. Blanda's wassen zichzelf graag met water. Behalve als ze hebben gepoept. En Indo's wassen zichzelf graag met water, met name als ze hebben gepoept. Maar ook als een blanda groet, geven ze vaak 3 kussen, toch? Hallo. Als een Indo groet, is het vaak alsof ze cocaïne snuiven uit je nek. We kennen allemaal de gemuskus wel, hè? Meestal de tante die het doet. En jij als klein kind, je denkt, shit, ken je naar links, ken je naar rechts? Nou ja, zo dat dan maar rechterop af. En dan kom je tante altijd op deze manier naar je toe. Even. Ze zei even, maar is nooit even. Even. En dan pak ze in een UFC headlock, klak, hoofd naar de zijkant. Beetje zuurstof wat je nog hebt. En dan die 1 keer tapje doe, Akali. Even. Met die hit op het einde, toch? Seperti cocaïne. Ik denk, daarom ging Frank Masmeijer met een Indo. Maar ook als een blanda roept kaching, dan bedoelen ze vaak de jackpot. En veel geld. Als een Indo roept kaching, bedoelen ze vaak de pispot. En veel plas. Toch? Want kaching betekent plassen in het Indonesisch. En die twee, je kent zo door elkaar halen, lo. Ja. Vraag maar aan Patricia Pai. Ja, dan krijgt de tong-tong wel een heel andere betekenis.
Maar ik heb gehoord, zij gaat niet naar de Passermalm hoor, nee. Zij gaat liever naar de Plassermalm, dat is iets anders. Het leuke was, ik was bij Stichting Nusantara, Indische Ouderenzorg. Een verzorgingshuis voor Indische oudjes. En die oudjes daar, die snapten de grap van Patricia Pai niet. Dus toen moest ik ze eerst de film laten zien. En daarna ze begrepen allemaal, ja, lachen lo. En het leuke was, je denkt die oudjes niet technologisch. Ze pakken allemaal hun mobiel erbij en filmen lo, filmen. Met een Nokia 5110, zit niet eens de camera op. Maar ik dacht, ja verrek, ben ik dadelijk hier en dan weten ze ook de grap van Patricia Pai niet. Dan snappen ze niet precies wat ik mee bedoel. Dus ik dacht, weet je wat, we pakken gewoon even 1 minuut en 2 seconden, zo lang duurt dat filmpje ongeveer. En dan draaien we even die film en anders kan Sian je ook niet uitleggen, dan ga je grap verkeerd uitleggen. Dus geluidtechnisch aan dat je even camera of lichten uit, camera aan en dan starten we de band in 3, 2, 1. Niet zo gek, ajo, jullie allemaal, ik ga het toch niet laten zien. Ik zie die gespannen gezichten. Hij gaat het niet laten zien, hè? Als hij gaat laten zien, dan ga ik filmen. Met mijn Sony Ericsson. Goed, afijn. Het moet ook maar eens een keer klaar zijn met die grappen, hè? Want we kennen niet het hele verhaal. Misschien was ze wel geprikt door een kwal. Dan moet je dat ook doen. Heb ik gezien bij een aflevering van Friends. Dan, weet u, verschillen tussen blanda's en indo's, ik vind niet zo interessant. Want weet je, als je goed gaat kijken, dan heb je ook al verschillen tussen indo's onderling. En weet u, als je de verschillen gaat benadrukken, dan krijg je altijd afstand. En ik wil niet afstand met mijn show, ik wil juist met mijn afstand dichterbij. En dan wil ik juist die verbinding opzoeken. En wat wil ik dan in mijn show verbinden? Jong en oud. Nou, met mij hebben we natuurlijk al het jongere hippere, dus ik zocht nog eigenlijk iemand voor het wat oudere traditionele. En er kwam maar één naam in mij op. En ik ben super dankbaar en trots dat ze hier vandaag is. Ik wil u vragen om allemaal te gaan staan. Geef haar een Davidapplaus voor niemand minder dan Tante Lien! Adjo, Rick, geweldig is hij toch, hè? Ah, doe ik me zo trots op jou. Prima, Casita. Heerlijk. Nou, Rek, wat gaan we doen? Nou, ik dacht, we gaan op zoek naar verbinding in deze show. Van jong en oud. En met mij hebben we dan het wat jongere hippere. En dan u voor het wat oudere traditionele. Lo, hoezo? Tante is ook hip, hoor. Hoe bedoel u? Nou, ik luister ook naar hippe muziek, Lo. Van wie? Van wie? Van bijvoorbeeld de Armin van de Buren. Oh, van de Buren? En de DJ Tiestikel. Tiesto, ze bedoelt Tiesto, dat is iemand anders. En dan DJ Welhart. Oh, Hart wel, oh, ja. Geweldig. En de laatste tijd, ik luister veel naar Rampeneren van de Partyzak. Party Squad dan, Party Squad. Ja, mijn Dirty Pleasure. A Guilty Pleasure, u bedoelt Guilty Pleasure, ja. Ah, dat ken, dat is Pagalellen toch? Pagalellen, bedoelt u Pagaslaan? Ja, slaan, lellen, je kan van alles met die paga doen. Dan, weet u wel wat het betekent, paga slaan? Nee, hoezo? Dat is straattaal voor een jongen die met zijn eigen lumper aan het spelen is, ja. Dat wist tante niet. Ik dacht, het is slamat pagi in het Indonesië, dat betekent goedemorgen. En ik dacht, slamat paga, misschien straattaal. Het geeft niks dan. Het geeft helemaal niks. Ik ben super blij dat u hier bent, echt waar. En wat maakt dat u, ja, dat u hier bent vandaag bij ons? Nou, ik kom je ondersteunen, Rick. Want je doet me nogal denken aan mijzelf van vroeger. Oh, wauw. Dat vind ik wel mooi om te horen. En hoe bedoelt u dat dan? Nou, je bent zo grappig, Rick. En heel vrolijk. Vrolijk. Ze bedoelt vrolijk? Nee, vrolijk. Ik bedoel vrouwelijk. Loh. Hoe zo vrouwelijk dan? Ja, je bent altijd zo bezig met die meiden. Je bent volgens mij een echte ladyboy. Ladies man. Ze bedoelen ladies man. Dat is wat anders. Hoezo? Wat is het verschil? Nou, een ladyboy is een man met vrouwelijke trekken. Ja. En een ladies man is een man die zich door vrouwen laat trekken. Dat is wat anders. Nee, ik bedoel toch echt een ladyboy. Maar tante is wel heel trots op jou, Rick. Dat je dit toch allemaal maar voor elkaar hebt gekregen. Tjumpo. Nou, tante, ik vind het echt fantastisch. Ik bedoel, we hebben een geweldig volle bak publiek. Ja. We hebben een fantastische band. Huh? Tante Lien die mij komt ondersteunen. Lui, mijn droomjang compleet. Nou, je mist nog één ding. Wat? Kwaliteit.
Niet, daarom staat de Lin hier. Nee, weet ik ook wel. Nee, natuurlijk. Maar ik heb zelf ook kwaliteit. Ja, de band heeft veel kwaliteit, ja. Nee, maar ik bedoel, ik zelf heb toch ook kwaliteit? Je bent een lieve jongen. Maar weet je wat ik mis? Wat mist u dan? Ik weet al. Leven als een Indo hier in Nederland. Een bewuste keuze of een misverstand. In dit koude klimaat voel ik me soms zo alleen. Maar als we samen zijn dan voel ik me senang. Weet ik weer waarnaar ik zo verlang. Elke slag van mijn hart, mijn verbondenheid met jou. Wat ons bindt is sterk, het zit diep in onze genen. Als zijn we anders, is Indië verdwenen. Verbonden door liefde, voor ons gedeelde verleden. Gordel van smaragd in die blauwe zee. Ga met Tante Lien en met Ricky mee. Indisch, dat zijn wij, zit ons in het bloed. Pastai tutu, gado gado, kopi tubru met spekkoek, Ben zo graag bij u, alleen is maar alleen. Zeg het maar mijn jong, waar gaan we heen? Wat had u gedacht aan? Naar die gordel van smaragd. U maakt me aan het lachen, dan geef mij plezier. Ga je met me mee, naar daar of hier. Indië zit in ons. Heus, je hoeft niet zo ver weg. Op een kumpula. In Limburg of in Friesland. Als we maar samen zijn. Ja, tot dan. Gezellig mobrol en makkan. Lekker relax, doe maar pelan, pelan. Gordel van smaragd in die blauwe zee. Ga met Tante Lien en met Ricky mee. Indisch, dat zijn wij, zit ons in het bloed. Prika del pan, sayur lode, kopi susu, kue lapis, Kue lapis lekker. Zeg dan, heeft u nog wat lekkers? Ja, weet je wat ik nog heb voor jou? Maar die kleine groene balletjes lui noemen ze klapon. En daar zit dan geraspte klapper in met gula java. Dat verwarm je en dan neem je een hap. En dan voel je in je mond zo tjrrt, atoe heerlijk. Inderdaad, het dan niks lekker is dan die Indische balletjes in de mond, toch? Ja! Gordel van smaragd in die blauwe zee. Ga met Tante Lien en met Ricky mee. Indisch, dat zijn wij, zit ons in het bloed. Prika do pan, sayur lodeh, kopi susu, kue lapis, Jong, ik heb jou al een tijdje lang niet samen gezien met jouw vriendin. Waar is ze? Aan het inparkeren dan. Hoe ken deze? Nee, ik maak een grap. Ze heeft me verlaten. Loh, hoezo? Ze wilde 7 kinderen dan. 7 kinderen! Adoe. Ik zei, dat gaan we dus echt niet doen, hè? Bij 1 vrouw. En daarnaast dan, ze was woest geworden op mij. Woest, omdat ik tijdens de liefdesdaad tegen haar had gezegd... Manuela, ik hou van jou. Ja, maar dat is toch niet erg? Nou, haar naam is Yvonne dan, dus daar... Waarom heb je toch nooit een Indische vriendin, Rick? Dan, ik weet het ook niet. Ik vind hun leuk, maar zij vinden mij nooit interessant. Nou, ik heb nog wel een leuke Indische vriendin voor jou. Maar die mooie... Nou, dan, met alle respect, maar uw vriendinnen zijn echt 3 keer mijn leeftijd. Dan is echt net Tena Lady en de Vage Borgo. Dat is... Maar hier in het publiek zitten toch een paar leuke Indomeiden... Tjoba, even kijken. Tjoba, even niet. Wacht even dan. Ja. Probeert u nou mij te koppelen aan meiden uit de theaterzaal? Nou, dat klinkt dan een beetje zoals mijn oma deed. Die probeerde mijn zussen altijd te koppelen aan de vrijgezelle mannen van de kerk.
Nou, u kon zich wel voorstellen, waren niet de grootste helden van het universum? En hoefde mijn zussen maar 2 vragen te stellen om te kijken geschikt, Jan ongeschikt. En de eerste vraag was, is die knap? En dan zei mijn oma, nou is heel lief. Nou, dat wist je al, ongeschikt. En de tweede vraag van, is hij rijk? En dan zei ze, nou is rijk in de Heer. Nou, dat wist je al, ongeschikt. Dus prima, Kassitan, u hoeft geen meid voor mij uit het publiek hier te koppelen hoor. Maar bent u eigenlijk nog vrijgezel? Lang gewacht, stil gezwegen, nooit gedacht en nooit gekregen. Dan? Ja? Is het dan niet het idee dat we een leuke vent voor u gaan regelen uit de zaal? Blanda, Indo, Molukken, maakt niet uit hoor. Maakt niet uit. Gaan we eentje zoeken. Weet je, laten we dat gaan doen. Ga ik een leuke vent, want ik zag al een vent daar in de hoek. Knappe vent zag ik daar. Hier, even kijken, waar is hij? Waar is hij? Daarachter. Waar is hij? Hier. Kijk, met deze. Mag ik even applaus voor deze meneer hier, hoor? Mag ik even een applaus? Een knappe fan. Ja, die links en rechts zitten kijken. Ja, inderdaad. Mag ik een beetje licht? Groot licht? Oh, nee. Nee. Dat is niet wat ik bedoel. Nee. Dat is de lichtval, hè. Dat kan je niet altijd zien, hè. Gaan we niet aan beginnen dan? Ik zie daar ook een knappe fan met armen over elkaar. Volgens mij een blanda daar. Ik weet niet. Een knappe fan met grijze shirt. Die lijkt alsof hij gepensioneerd bij Philips is. Mag ik even kijken hier? Die zit een beetje te lachen met zijn armen over elkaar. Kunt u even staan, meneer? Mag ik even een applaus? Kijk eens, ja. Kan u even draaien? Even draaien? Oh, nee. Oh! Hij weet wel deze fan, hoor. Hij denkt, achterkant is misschien niet tof. Ik laat de voorkant gewoon even bloot zien. Ja, geweldig, knappe fan. Ja, dat is toch in ach, het midden. Ach, niet, Rick. Ja. Ik heb al een geliefde. Siapa? Den Haag. Arm Den Haag, dat is toch erg dat jij maar niet vergeten kan. De klank van Kroonjong en van Gamelan. In het Indisch restaurant gonst het gesprek van alle kanten. Tempo doelu, in dat verre land. Ach, Kassian, het is voorbij. Kassian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kassian, het is voorbij. Kassian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. We kunnen hier heus wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng telor, sayur lodeh, tahu petis. Alleen de buren hebben het niet zo graag, bouwtrassi. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Net zoals bijvoorbeeld kembangspatu. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus! En allerlei kanna's, varens, gerbera's, orchideeën. Maar weet u, het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur. Ja. Tron ze allemaal dood bij de kachel. Ach, Kassian, het is voorbij. Kassian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, van Indië ben jij. Ach, Kassian, het is voorbij. Kassian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. En weet u, ik heb thuis zo'n groot schilderij hangen. Dat verbeeldt natuurlijk Indië, ja. Atoe beeldig, weet je wel. Beeldig.
mooie groene sawa's, klapperbomen. Links een karboom met zijn kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met zeven van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. En weet u wat nog meer? Meneer Leclerc Zibli komt ook nooit meer langs. Ach, Cassian, het is voorbij. Cassian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Cassian, het is voorbij. Cassian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Hoe Indisch ik ook ben, het lukt mij nooit om een Indomeid aan de haak te slaan. Mijn allereerste liefde was een Indomeid. Daarna nooit meer een Indomeid gehad. En dat is echt shit, want ik vind hun wel leuk. Maar zij vinden mij niet sexy. En laat me meteen even som op de proef nemen. Zijn hier toevallig Indo's die mij sexy vinden? Het lachen maakt het niet minder erg, mevrouw. Maar weet u, dit is wel altijd wat er gebeurt. Altijd. Ik probeer die Indomeiden wel te versieren, hoor. Op passaars, op kumpulans, via tantes, via tindo's. Dat is Tinder, maar dan voor Indo's. Maar meestal reageren die Indomeiden altijd op dezelfde manier. Ze zeggen altijd tegen mij, kom op Rick, doe even normaal. Kom op Rick, ik ga echt niks met jou doen. Kom op Rick, je bent mijn neef. En dat laatste moet ik wel even uitleggen, hè? Want in de Indische cultuur noemen we vaak mensen die ouder zijn dan onszelf oom of tante. Ook al zijn ze niet echt oom of tante. Dus de vriendinnen van mijn moeder noemde ik vaak tante. En de vrienden van mijn moeder noemde ik vaak oom. Of papa. En hun kinderen... hun kinderen waren dan ook soort van familie. En noemden ze mij dus ook heel vaak neef. Of nicht, dat gebeurt ook wel eens. Jazeker wel. Een beetje in mijn jonge jaren, dat ik nog niet zeker was, wat vind ik nu leuk. Een beetje aan het experimenteren geslagen. Toch herkenbaar, Laurens? Ja, toch? Vind jezelf terug op de A27 bij hectometerpaaltje 51.7 op een afgelegen parkeerplek. Goud, donker en klam met allemaal lumper en klepon om je heen. En je hebt gewoon geen trek, weet je wel. Zoals sommigen noemen de knapenheul. Was in mijn geval echt 3 keer nooit meer. Ja, ze zeggen al het goede komt in 3, maar dat geldt niet voor de kloten dan. Daar ben ik wel zeker van. Maar ik vroeg me wel af, hoe komt het nou toch dat die Indomeiden mij niet interessant vinden? Dus ik dacht, ik vraag mijn goede vriend Timothy Patinama, afgekort Timpe. En Timpe... Timpe ken ik al heel lang hoor trouwens. Die ken ik echt van mijn tijd toen ik nog affiliated was bij de Hells Indo's. En hij was toen een full member. En hij was toen al een beetje een vreemde vogel. Hij sliep altijd met een roze knuffelvarken tussen zijn benen. En die noemde hij dan zijn Babi Guling. En in navolging van een schoenlepel ontwierp hij de schoenvork. Ik zei, schoenvork, voor wat? Hij zei, voor de tenenkaas. Hij deed heel de dag niks, hing alleen maar op de bank. En als je vroeg, wat doe je voor werk? Hij zei, bankzaken. Ik zei, bankzaken? Maar zo, je doet heel de dag niks. Hij zei, hé, niks doen is zwaar, loop. Je weet nooit wanneer je klaar bent. Oh, diep, diep. Maar hij had wel een hele lieve moeder hoor, echt een schat van een vrouw. En haar naam was Ibu, want Ibu betekent mevrouw toch in het Indonesisch. En haar naam was Ibu Prematuri, want ze was te vroeg geboren. Dus. Maar daardoor had ze wel geneeskracht. Dus als je hoofdpijn had, kon je bij haar komen, legde ze haar hand op je nek en dan ging de hoofdpijn weer weg. Dus hij duurde niet lang of noemde haar allemaal Ibu Proven. Dat was wel grappig, ja. Maar Timpe, hij zei tegen mij, Rick, het is helemaal niet zo gek dat die Indomeiden niet voor jou gaan. Hij zegt, want Indo's gaan helemaal niet met Indo's, maar Indo's gaan met... Hier, Blandas en Korok! De hele bak vol! En sommigen nog harder dan de ander. Blandas! Met Aderjang opgeklopt hier aan de zijkant.
Nou, laten we maar eens even de som op de proef nemen. Willen alle Indo's die hier vandaag zijn of gaan met een blanda even klappen? Alle Indo's die hier vandaag zijn of gaan met een blanda even klappen? We weten wel, je zit alleen maar klappen, je mag ook stampen en joelen als je wil. Als je nu een goede beurt wil maken, of vanavond. Trouwens, voor de mensen die niet weten, blanda betekent onderdrukken. Dus... kan maar gezegd hebben, toch? Ja. Maar het is wel interessant, toch? Hier gaan heel veel met een blanda. Ik zelf ga met een blanda. Laurens gaat ook met een aantal blanda's. Ik dacht... waar heeft dat nou mee te maken, weet je wel? Dus ik dacht, ik ga op onderzoek uit. Ik ga alle Indo's vragen, waarom ga je met een blanda? En natuurlijk zijn er ook Indo's die gaan niet met een blanda, maar die noemen we vaak hardleers. Maar meestal gaan Indo's wel met een blanda. Dus ik dacht, ik vraag eerst alle Indo-mannen. Makkelijk toch, ben zelf een Indo-man. Dus ik vroeg al die Indo-mannen, waarom ga je nou met een blanda? En je wil geloven of niet? Maar hun antwoord was unaniem. Ze zeiden allemaal tegen mij, Rick, de reden waarom ik met een blanda ga is, als ik dit gedrag, dit gedonder, wat ik nu doe, zou doen bij Indo-meid. Oeh, Rick. Ze pakt mijn klepon en tjeklek, drafla. Rick, je begrijpt niet. Ze pakt mijn klepon, tangen yang strak, zak yang bol, zaag yang bot en drafla. Het is niet klepon, het is klep-off. Zo moet je zien. Ik zeg, goed punt, goed scherp punt. Ik zeg, maar wel even, waarom gaan al die Indo-meiden dan met een blanda? Dus ik weer vragen aan al die Indo-meiden, waarom gaan jullie met een blanda? En ook hun antwoord was redelijk unaniem. Ze zeiden allemaal tegen mij, Rick, de reden waarom ik met een blanda ga is, als ik nu wat vraag, dan gebeurt het tenminste. Oh nee, daar gaan we zeker niet voor klappen hoor, daar gaan we zeker niet voor klappen. Nee, want mijn eerste gedachte was, wat? Wat? Ze zegt ja, als ik wat vraag, hij gaat tenminste lopen. Ik zeg, nah, alsof wij Indo-mannen de hele dag niks doen zeg. Alsof het enige wat wij Indo-mannen doen, is de hele dag met onze blote kakjes op de bank TV zitten kijken met de vinger tussen de tenen, korrelie korrelie en dan ruiken. Alsof het enige wat we doen zeg. Nou, ik was woest. Ik zeg tegen die Indo-mannen, weet je wat zij zeggen? Klopt, ze heeft wel gelijk. Ja, ze heeft wel een punt. Ze vragen ook wel eens aan mij, maar ik zeg gewoon nee. Nou ja, ik zeg geen nee, ik kijk, ik lach, maar ik doe gewoon niet en dan loop ik weg. Nog trots ook die Indo-mannen. Nou, ik was woest. Zeggen die Indo-meiden tegen mij, nou Rick, als je het er zo niet mee eens bent, ga ook eens een keer lopen als ik wat vraag. Ik zeg, ja, die is mooi. Dus ik moest lachen en ik liep weg. Blijft er eigenlijk nog maar één doelgroep over? De blanda's. Want waarom blijven de blanda's bij de Indo? En ik weet zeker dat er op dit moment heel veel blanda's bij zichzelf denken, ja verrek, waarom blijf ik eigenlijk bij de Indo? Ja, nee. Ik moest jou rijden, want benzine was duur en je had even niet. Ik ben hier, ik wilde eigenlijk niet komen, maar jouw ticket wat ik morgen terug zou krijgen had je gezegd 2 weken geleden tegen mij, daarom ben ik hier. Maar waarom ik nog bij jou blijf? Ik heb eigenlijk geen idee, Rick. Vertel. Nou, hun antwoord was tweeledig. Twee redenen. Reden nummer 1 is simpel. Wij Indo's zijn gewoon goed in bed. Wij zijn gewoon geweldig in... Waarom is het zo stil allemaal nou? Waarom is het zo stil? Ik zie een paar... blanda gezichten kijken naar mij vanuit de zaal. Nou Rick, ik weet niet zeker hoor. Ik heb alle volkeren gehad. Indo zat niet in mijn top 3. Daarna zit een Indo. Ja, als ik mezelf een cijfer zou moeten geven, misschien een 7 toch? Ja, 7, bescheiden toch? Weg donderop met die 7. Lui, ik durf te zeggen, met al die camera's aan, van alle volkeren op deze hele aardkloot, zijn wij Indo's het allerbeste in bed. Duidelijk gezegd. Ja. Als aankom om slapen dan, hè? Als aankom om slapen, ja. Want wij kennen alles, toch? 'S ochtends, middags, 's avonds, tussendoor, powernap, weet je wel. En dat bedoel ik wel in eigen bed, want je denkt misschien Surinamers, maar die zijn best in andermans bed. Wij zijn best in eigen bed, dat is wat anders. Want iedereen houdt van mijn sotto.
Su unto gees reenkip, ketumbar jinten en kunyit. Voor vele Indo's een begrip, is vloeibare geschiedenis. Ken erg heet of niet pedis, hoor ik alweer bemoeienis. Ben geen allesweter, maar die van mij die is beter. Ik kook mijn soto, mijn soto, mijn soto. Ik maak het zo, mijn soto, mijn soto, mijn soto. Ik maak het zo, mijn soto, mijn soto, mijn soto. Ik maak het zo, mijn soto, mijn soto. Iedereen weet het beter, want als ik de een doet dit, de ander dat. Iedereen gaat zijn eigen pad, is kampong anders dan de stad. Maar koken beide niet je pad. Stap 1 heb je trek, trek pak soto met wat repet. Jek zoek daar naar een rustige plek, plek want anders zo dadelijk weer een vlek. Vlek dus pak soto, als die blanda weer voorkruipt dan zeg je lop, lop, lop. Klop op zijn rug en kijk hem aan en zeg dan top, lop, lop. Pak wat trassie en je vegetaans een bo, bo, bo. Die fan wordt do, 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 woe! Su unto geese reën kip, ketumbar jinten en kunyit. Voor vele Indo's een begrip, is vloeibare geschiedenis. Ken erg heet of niet pedis, hoor ik alweer bemoeienis. Ben geen allesweter, maar die van mij die is beter. Ik kook mijn soto, mijn soto, mijn soto. Ik maak het zo, mijn soto, mijn soto. Ik maak het zo, mijn soto, mijn soto, mijn soto. Ik maak het zo, mijn soto, mijn soto. Iedereen weet het beter, want als je eet, lekker wel die soto. Maar anders dan op Jowo, ik heb toch liever lontong. Want die rijst van jou smaakt gosong. Ik zeg en jij bent bolong, dus adu meis, niet zo sombong. Als niet lekker, laat maar staan. Ai dan, zegt ze, niet zo dan, ik vind wel lekker. Maar wil je mijn advies? Mijn soto. Je smaak is anders en klopt niet precies. Mijn soto. Als je wil, mijn recept dan ken. Mijn soto. Want jij maakt soto net zoals jij bent. Een bodo. Mijn soto, mijn soto, mijn soto. Ik maak het zo. Mijn soto, mijn soto, mijn soto. Ik maak het zo. Mijn soto, mijn soto, mijn soto. Ik maak het zo. Mijn soto, mijn soto. Iedereen weet het beter. Reden nummer 2 is iets ingewikkelder. Het is namelijk zo dat als een blanda en een indo in relationele sfeer een discussie hebben, dat de indo altijd wint. Hier, dat bedoel ik, daar gaan we. Meteen! Dat als een blanda en een indo in relationele sfeer een discussie hebben, dat de indo altijd wint. Zelfs toen je als blanda dacht ik heb gewonnen, je stapt in de auto, je rijdt naar huis, halfweg erin denk je bij jezelf, shit, ik heb toch verloren! En dat is niet zomaar leuk, dat is niet zomaar. Het is namelijk zo dat wij indo's een zin hebben die wij kunnen uitspreken op een moment dat we geen argumenten meer over hebben die nog ergens op slaan. Wij kijken niet naar links, wij kijken niet naar rechts. Wij gooien die zin op en elke discussie win. En maak u zich geen zorgen. Ik ga jullie vertellen wat die zin is. En als Indische blikken konden doeien, lag ik nu 7 meter onder de zoeien nog. Ik zie allemaal Indo-gezichten altijd op dit moment kijken naar mij van Rick, hey, ik weet niet precies wat die zin is, maar ik heb geen zin in gedonder. Ik wil graag mijn joker op zak houden. Ik ben met dat wijf hier. Weet je wel, ik wil nog een leuke dag vandaag. Ik wil nog vanavond lekker gezellig, lekker een avondje gezellig hebben. En voor je het weet slaap ik op de bank. Waarschijnlijk slaapt zij op de bank, want ik win elke discussie. Maar daar gaat het nu even niet over. Ik heb geen zin in gedonder. Ja, dus voor mij niet. Zeg maar even niet die zin. Doe maar niet. Met name Indo-mannen, hè, die zich zorgen maken. Indo-vrouwen maken zich geen zorgen. Kijk me gewoon aan. Je kan kletsen wat je wil, Rick. Maar even voor de zekerheid. Wacht even. Karel! Doe even je oren dicht. Ja, ik weet je bent doof, kan me niet schelen, maar ik wil niet dat je dit hoort. Doe even zijn hoorapparaat uit aan de rechterzijde. Aan de rechterzijde! Doet je me ook zo'n ding in je oorlog? Ja, prima kassie. Ga je gang, Rick. En dit is het moment dat de blanda's altijd met zulke kokers kijken, vol met hoop.
Nu vind ik het interessant. Rick, ik zei je eerlijk, dat Passar, dat Kompoelan. Voor mij, ik vind het allemaal maar gedoe. Ik wil nooit gaan. Ik wilde ook niet gaan vanavond eigenlijk. Maar ik moest hier zijn. Maar nu, Rick, nu vind ik het interessant. Vertel, wat is die zin? Nou, lui, ik ben geen rotzak. Althans, niet elke dag van de week. Dus, en ik weet niet hoe jij hier zit. Misschien zit je hier met je relatie Jan Wankel. Denk je bij jezelf, weet je, hey, dit kan echt de next god zijn. Voor mij niet. Weet je, nou, in dat geval nodig ik je alvast om alvast pauze te gaan houden. Ik heb nog een kleine 5 minuten nodig. En dan kom je na de pauze weer terug, gaan we gewoon weer verder. Dus bespreek even met jouw patjar, met jouw partner, als je denkt, nou, onze relatie kan deze zin wel aan. Nou, dan blijf je zitten. Als je denkt, ik weet niet, dan kan je alvast gaan. Dus pak even 20 seconden. Kijk elkaar aan, bespreek. Je moet niet naar mij kijken, je moet naar elkaar kijken. Dat is wat je moet doen. Ik zie daar echt serieus overleg aan doen. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat wil jij? Wat wil ik? Ja, we kunnen gaan nu alvast. Dan zijn we eerder bij de sambalijs. Dat is wat ze denkt. Nee, ja? Iedereen blijft zitten? Iedereen blijft zitten. Wat doe? Waar haalt ze? Ik vind het niet erg. We kunnen het doen. Maar dan niet achteraf mij de schuld gaan geven, ja? Oké. Zijn jullie klaar voor? Ja? Nou, daar gaan we. Als een Indo. Oh, nou is in één keer stil, hè, lui. Het antwoord niet weet. Niet mag vertellen. Of niet wil vertellen. Dan zegt hij of zij ten alle tijde. Ja, dat is iets Indisch. Ja, ja. Want wat zeg jij als Blanda? Nou, ik heb geen idee. Dus hallo. Ik bedoel, ik heb geen Indo gestudeerd. Ik heb een relatie met jou. Ik krijg al die halfgare familie erbij waar ik de helft niet van snap. Als jij zegt het is iets Indisch, dan zal het wel iets Indisch zijn. En wij lopen weg al zo klaar gewonnen. Daag. Als je het antwoord niet weet, niet mag vertellen of niet wil vertellen. Voorbeelden. Oké, dus nasi koening betekent gele rijst. Want nasi betekent rijst. Koening betekent geel. Jullie serveren het in een punt en op begrafenissen en bruiloften. Maar waarom is de rijst precies geel dan? Ja schat, dat is iets Indisch. Ik snap er niks van. Je hebt dus wel contact met je broertje, maar niet met je moeder en ook niet met je zusje. Maar contact gaat via je broertje naar je moeder, naar je zusje. Op familiefeesten gaat iedereen gezellig en leuk met elkaar doen. Maar in de onderstroom is er altijd gedonder, maar niemand spreekt het uit naar elkaar. Waarom is dat eigenlijk? Ja schat, dat is iets Indisch. Ik snap niet. Jij durft straalbesopen midden in de nacht thuis te komen. Ja, de gang, keuken en badkamer durft onder te kotsen. Dan kijk ik op je telefoon, zie ik allemaal WhatsApp berichten van allemaal vreemde wijven. Waarom flik je me dit elke keer weer? Ja schat, Indisch! En het leuke is, die zin, ja dat is iets Indisch, is ook overdraagbaar. Dus op het moment dat jij tegen jouw Hollandse partner diezelfde zin gaat gebruiken, ja dat is iets Indisch, gaan zij die zin ook gebruiken tegen zijn of haar achterban. Voorbeeld. Sorry meid, maar ik begrijp er niks van. Ja? Jij doet alles in het huishouden. Ja? Je zorgt voor de kinderen, je ruimt op, je maakt schoon, je strijkt, je kookt. Je hebt daarnaast ook nog een 40-urige werkweek. En die luie Indo-vent van jou zit de hele dag op de bank met zijn blote poot televisie te kijken. Waarom sta je dat in godsnaam toe? Ja, dat is blijkbaar iets Indisch. Je moet alleen wel oppassen tegen wie je zegt, ja dat is iets Indisch hè. Want dat je niet, want misschien heb je al heel veel relaties met een Blanda gehad. En je denkt, ik ga eens gek doen, ik ga eens een keer met een Indo. En dat je in hitte van de strijd tegen een Indo zegt, ja, dat is iets Indisch. Want dan krijg je echt zoiets van, wacht even. Kom, zei ik al even. Zei jij nou, ja, dat is iets Indisch tegen mij? Ja, heb je gezien wat voor bloed er door mijn aderen stroomt? Dat is Indisch bloed. Ja, jij moet niet zo tegen mij praten, mijn vader praat niet zo tegen mij. Als je nog één keer met Ricky Rizzolas gelul tegen mij gaat komen, dan is echt klapof, draflo. Maar goed. Zoals ik al zei aan het begin van deze show, ik wil eerlijk tegen u zijn. En voel ik mij dus ook genoodzaakt om te vertellen over die ene keer dat die zin, ja dat is iets Indisch, niet voor mij werkte.
En ik zal u heel eerlijk zeggen, dat was ook een klein beetje mijn eigen schuld. Dat was toen mijn toenmalige vriendin vroeg aan mij, Rick, wat doe je in mijn bed met mijn zus? Ja, wat ga je zeggen? Ik dacht, ik ga in ieder geval geen excuses aanbieden, hè? Nee, nee, want dat doen Blanda's ook nooit bij Indo's. Nee, dat kan soms 75 jaar duren. Dat is een hele kwestie, ja. Maar ik dacht, ja, wat zei je wel? Dus ik zei, ja, dat moet je aan haar vragen. En drie maal raaien, wat zij toen zei? Ja,